Goedemorgen. Middag. Het is 12:02. Sorry. Goedemiddag. Het is vandaag zondag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ja, ik open hem nu op zondag. Gisteren, hebben we niet veel bijzonders gedaan. Een beetje in huis omgekeuteld en naar Chris' moeder geweest. En we zijn nu op pad. We gaan richting Stavoren. En waarom gaan we naar Stavoren? Omdat vandaag André van Duin en Jannie van der Heijden daar weer aankomen. Ze zijn natuurlijk met die Elfstedentocht bezig. Ik heb van de week al gefilmd in Sneek. En ik had best wel veel... Ho, wat een hobbelweg hier. Ik had best wel veel materiaal. Maar ik had natuurlijk dat schema maar tot aan sloten. En voor de rest wist ik niet hoe ze zouden gaan. En toen zag ik gisteren op de Facebook-site van Met de Boot of Friesland dat iemand zei van ze zijn morgen in Stavoren. Dus die heb ik gevraagd van weet je ook hoe laat? En die zei volgens mij rond een uur of twee. Dus ik hoop maar dat die man gelijk heeft gehad. Want we gaan daar eens eventjes kijken. En anders, anders maar niet. Wij vinden Stavoren sowieso ook leuk om gewoon even heen te gaan. Even kibbelingetje te eten. En het is mooi meegenomen dat we ze daar ook nog even treffen. En nou vermoed ik wel dat het daar drukker zal zijn, omdat er nu best wel wat rugbaarheid aangegeven is op Facebook. Want mijn oom en tante die zeiden ook al van leuk, wij gaan morgen ook even kijken, dus die komen straks ook. Ik weet niet of ze in beeld willen. Dat is de jongste broer van mijn vader. Mijn vader is 1 van 8. En mijn vader was de oudste broer en hij is de jongste broer, dus dat is wel heel erg leuk. Nou, we zullen het zien of ze in beeld willen, ja of nee. Het is een druilerige dag. En als die twee mensen zelf varen en zelf die hele tocht gaan volbrengen, is het best een zware tocht, denk ik. Want het is 10 graden en ik heb de boot gezien. Het is niet een super deluxe boot. Het is een doodnormale boot. Ik denk wel dat er verwarming aan boord is. Anders is het ook niet te doen. En ik heb gezien van de week hoe André van Duin van boord stapte. En hij is natuurlijk 70, dus dat is ook niet allemaal zo super soepel meer. Dus dan is het denk ik best een zware tocht. Maar ik denk wel dat ze tussendoor lekker in hotelletjes slapen. En misschien dat er ook wel stukjes overgenomen worden. Dat ze misschien wel lekker warm in de auto zitten. Je weet het niet, maar... Volgens nog is het natuurlijk wel een heel leuk initiatief. En ik hoop dat ik ze nog even kan zien. Nou, we zijn in Warns. En we hebben net gehoord dat hij hier ook aankomt. En hier is een optreden. Hier is een schaatsbaan op een boot. En dat is voor de musical De Tocht. Dus... Spin-off van de World Cup. Heel leuk. Hoi, Akkie. Hallo. Hij heeft me trof. Dat is mijn tante. Kijk, maar in zijn risme. Dus. We zien hem aankomen. We staan nu in de haven van Warns. We gaan straks naar Stavoren, want dit is nu Warns. Hier hebben wij vroeger met de boot gelegen. Heel toevallig komt hij hier nu langs. Dus ik ga hem even filmen.
is André dan. Oh, koud, oh, koud. Loopneus! We staan in Staveren en het wachten is op André van Duin. We hebben al kibbeling op. Die kan niet foto. Die mensen die staan hier al vanaf 2 uur. Dus dat gaat nog wel even duren voordat hij hier is. Maar hier gaat het straks allemaal gebeuren. Dan gaat hij weer een stempel zetten. Toe. Koud? Koud, hè? Ja. Thank you.
Probeer te lachen. Dus je altijd van moest op vragen. Nou, dankjewel. Dankjewel, Laura. Komen jullie nog eens een keer ergens tegen? Ja, zeker. Ja. Thank you.
dusver deze vlog. Het is nu woensdag. Ik ben heel benieuwd waar Jannie en André nu zitten, want ik heb helemaal geen schema. Dat is niet te vinden op internet. Maar ik vermoed dat ze ergens bij Harling of Vranek in de buurt zitten. En dan krijg je dat hele lange end nog richting Dokkum. En als ze dan in Dokkum zijn geweest, dan moeten ze een heel stuk over de Dokkum E weer terug naar beneden. Om weer richting Leeuwarden te komen. En ja, vandaag is het natuurlijk prachtig mooi weer. Vanmorgen regende het, maar nu is de zon erbij. En de temperatuur is lekker, maar gisteren was het echt koud. En de dag ervoor ook. Toen was het zo grijs en zo grauw en zo saai. En ik, ach, die mensen, waar zitten ze? Maar ja, ik denk dat ik het hierbij laat. Ik heb geen idee wanneer ze bij de finish komen, wat voor dag. Of dat vrijdag gaat worden of zaterdag, ik heb geen idee. Dus voor mij houdt het op hier. Ik vond dit al heel leuk dat ik dit heb kunnen filmen. Dus ook het eind van deze vlog. Ik wens iedereen een heel fijn weekend verder en fijne week, wat voor dag dit dan ook uitkomt. En heel hartelijk bedankt voor het kijken. En steek nog even de duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je ook nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is gratis, hè? Helemaal gratis. En als je dan ook even op dat belletje drukt, dan krijg je altijd een notificatie van wanneer ik weer iets upload. Dus, gewoon doen! Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei doei!